Hoe belangrijk uh, was het om winterkampioen te worden voor jullie? Um, ja, het, ja, heel belangrijk. Uiteindelijk wil je uh, het eind van het seizoen uh, bovenaan staan. En, uh, ja, nu uh, zit je net over de helft en uh, sta je ook bovenaan. Dus uh, net voor de feestdagen is het altijd lekker dat je dan uh, die laatste wedstrijden dan ook wint. Dus uh, goed gevoel aan overhouden. Wat zegt het volgens jou over de verhoudingen dat je nu winterkampioen bent? Is dit echt uh, zoals het er nu uitziet in de Eredivisie ten opzichte van de concurrentie? En ja, Waar jullie nu staan? Ja, uiteindelijk uh, zegt de ranglijst natuurlijk gewoon, uh, gewoon waar je staat. Uh, ja, we kunnen wel het hele, uh, het hele eerste seizoen zelf analyseren. Maar, uh, ja, uiteindelijk staan wij er en uh, wat ik al zei aan het eind van het seizoen, hoop ik dat we er ook staan. Nou, maar misschien is dat wel handig om dat een klein stukje te doen, hè. De analyse van die eerste seizoenshelft. Um, ja, je verliest eigenlijk een paar belangrijke wedstrijden. Feyenoord, Ajax. Ja. Um, maar dat is ook wel eens seizoenen anders geweest. En daar ben je ook getuige van. Dat je die grote won, maar dat je die kleintjes een beetje liet liggen. Wat zegt dat eigenlijk? Je wordt vaak kampioen tegen de kleintjes, zeggen ze toch? <laughs> nee, dat klopt, maar... Um... Nee, ja, die, die wedstrijden. Uh, ja, vooral de topwedstrijden dan tegen, tegen Feyenoord en Ajax. Uh, ja, zijn minder verlopen dan, uh, dan dat we gedacht hadden. Uh, dus daar zit al zeker verbetering in. Uh, ja, verder hebben we nogal een aantal keer punten laten liggen. wat, wat ook onnodig was. Dus uh, er is zeker nog ruimte voor verbetering. En uh, ja, ik denk als wij wat minder punten laten liggen. nog uh, de twee seizoens zelf dat het uh, ja, dat wel de goede kant op kan vallen. Voor mij een extraño, porque Oliver me tira una pelota en profundidad, en la cual me pica y se me va. Y, y en ese momento pensé que la había perdido, pero, pero seguí corriendo, seguí luchando para, para poder eh, eh, patear al largo o hacer una asistencia. Y en ese momento me di cuenta que me quedó muy afuera como para patear al largo. Y lo primero que se me ocurrió es, es tirar el centro para atrás, que es lo que venimos ensayando. ya? ¿cómo te de el Ja, eigenlijk goed. Uh, ja, het was natuurlijk mijn eerste seizoen ja, na mijn blessure. Of in ieder geval vanaf begin af aan. Uh, ja, in de voorbereiding, uh, veel wedstrijden gespeeld. En uh, ja, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik al zoveel wedstrijden zou spelen. Uh, het eind van het seizoen, nu uh, wat minder vanaf de basis natuurlijk. Uh, maar ik voel, me, ik voel me prima. En nu, uh, ja, nu met de vakantie en dan uh, kijk ik met goede, goede moed uh, ja, naar de tweede seizoen zelf. En, uh, ik denk dat iedereen er wel weer klaar voor is. Ja, maar we kennen jou ook als iemand die zich niet gaat neerleggen bij een rol als deze misschien. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, dat moet je ook nooit hebben denk ik als speler. Ik denk als je dat eenmaal toe gaat geven, dan uh, ja, je moet wel dat vuurtje in je houden. Uh, dat je altijd wil spelen, dat je altijd uh, ja, wil winnen en uh, het beste willen zijn. En uh, ja, of dat nou in de basis is of, uh, uh, ja, of dat je kampioen wil worden, ja, dat, uh, dat zit er wel in. Ik ben al muchos meses de bueno de la lesión y creo que son estos pequeños minutos que me da el entrenador y, y eso quiero aprovecharlo al máximo y, y por eso salen bien las cosas no obviamente en lo personal y en lo grupal muy contento porque terminamos el año como queríamos eh, estamos primero y creo que el año que viene ya será otra etapa que también tenemos que afrontar de, de la manera que lo venimos haciendo ahora yo creo que muy positivo eh, he estado en la mayoría casi eh, a disposición del técnico, estuve mucho tiempo de suplente. Bueno, me he tocado entrar cinco minutos, diez, y la verdad que eh, es un logro para mí porque, si bien obviamente la lesión eh, eh, me ha costado mucho estar en, en la plantilla, y creo que este año me voy muy positivo, sabiendo que, bueno, es más, jugué, hice dos asistencias que fueron importantes para el equipo, y creo que así, en, en base a trabajo, podemos. Zeg eh, logrando lo que, lo que por ahora. Bien. Hele fijne kerstdagen, een heel gelukkig nieuwjaar. Uh, jammer dat jullie de laatste weken niet, uh, niet aanwezig waren. Maar wel uh, de steun gevoeld. En uh, vooral het begin van het seizoen natuurlijk. Hopelijk zijn jullie er weer bij uh, na de windstop. En uh, ja fijne dagen en uh, tot ziens.